verrasten, want het is weer vaste. Lovend hee in Limburgos, dus vaste lovend gasten is begos. Vaste lovend gasten, want het zal weer vaste. Lovend hee in Limburg zien, en waar is toch die vrouw Dobbin Jolien? Ja, het zijn twee vrouwen vandaag, Iet en Monique van Bie de Tantes en IJs. En je hebt het goed geregeld, hè? Want je hoeft niet te werken met de vaste lovendheid. Nee, veel zijn vrienden voor vieren zelf carnaval. Waar doet je dat dan? In Gulp en Maastricht. Eigenlijk, vooral Gulp en Maastricht. Ja, het is al gans volgeboekt of kan je nog liever rollen om ergens naartoe te komen? Kan ze zomaar even rollen. Heb je het leuks? Ja, ik zou zeggen, wat je een leuk idee hebt voor Iet en Monique. Kijk even, mail even al één, dat is eigenlijk het beste. Vastelovendgasten@l1.nl. We hebben een bomvolle uitzending. Maar René Frassie, Marleen Rutte is hier. Ja, en Frans Pollux is natuurlijk ook hier achter de piano. Vastelovendgasten, want het is weer vaste. Loven hee in Limburgos, dus vastelovendgasten. Kijk wat er lag, maar wat hebben we hier een plezier. Waar is de, ach kijk, hey, och, Alt-Prins Jasper, ik ken hem nog, 2013 waren prins van de Spielen, van welke vereniging ook weer? Zwegelseppers. Kijk, we hebben het heel zwaar bij L1, dat weet je, de krant heel verloten bij 1 Limburg, de staatssecretaris draait de geldkraan toe, hier in de kantine krijgt ze niks meer. Kunt je ons helpen? Ja. We hadden namelijk hier zo'n drone gehad, zo'n vliegende cameradrone, maar dat is veel te duur. En Trump heeft ze allemaal opgekocht deze week, dus we komen er niet meer aan. Gij ziet onze drone, is dat goed? Ja. Moet gewoon die padje afzetten. Geef die maar aan mij. Dank je. Ja, goed zo. Oké. En niet zo verschrikkelijk, kijken, ik heb allemaal goed. Nu moet je naar boven, dan krijg je de camera. En af en toe schakelen we dan naar ons, naar och, en dan ziet je de drone. Maar het leukste is als je dan de kloondrone zo ziet. Dus nu... Oh, Alprins Jasper. Wilt je nog wat zeggen tegen de mensen toes? Veel plezier. Ja, dat zul ik ook zeggen. Geen jou ook een muur klimmen. Als je nou een tree mis, dan zitten we morgen bij De Wereld Draait Door. Oh, ja. Dat is net te weinig, ben ik bang voor Matthijs. Maar het kan nog goed komen, want je zit de ganse uitzending door. En als je contact hebt met de camera, dan kijken we of Jolien in de 40 in stond. Dames en heren, applaus voor de kloondroon. En wie stond hier klaar voor het volgende programma onderdeel? Wat worden we alweer? De Prinsenparade. Ja, start de muziek maar in. Laat de prinsen maar komen. En we beginnen met de prins van Mayo. Hey! Ja, en het leuke is, de prins had ook het lekker genomen. Hier, heerlijk. Ja. Oh, we kennen u geopeerd. Om op te vreten. Om op te vreten is de prins. Hier wist natuurlijk dat de prins ging leren. Ja. Want ik heb op het moment dat ze dat aan die dinger moest vertellen. Wie ging dat bij u? Ja, dat hebben we smergens pas verteld. Want die kennen het toch niet voor zich houden, dus we moesten zo lang mogelijk wachten. Dus smerig is vurt dat ik uit ben gekomen, heb ik pas aan de kinger verteld. En mijn zoon die viel van blijdschap van de stoel af. En mijn dochter die wist nog niet helemaal wat er aan de hand was. Inmiddels is het ingedaald. Ja, het is ingedaald en ze vinden het helemaal schitterend. Wel, de geniet ervan, loop snel door, want we hebben nog meer prinsen en prinsessen. Ja. Voorzichtig, de prins en de prinses van de Kaatbuurt is nog 2 weken en dan is het voorbij vuur. Wie erg is dat? Heel erg. Wie erg is het voor dich? Heel erg. Want wie leuk wordt het op een schaal van 0 tot 10? Ja, fantastisch. Het wordt het mooiste wat ik ooit is overkomen. Loop maar door en geniet er nog even van 2 weken. De stadsprins van Landgraaf is ook hier met zijn vrouw, de prinses. Kom naar bie. En de jeugdprins. Ja, je wist het al een tijdje dat je prins zou weren. Ik was al een tijdje, joh. Zeg maar, wie lang? Ah, pak een beetje 7 jaar. 7 jaar? En hier kost het zo lang geheim, hoor. Ja, dat ging redelijk. De laatste paar weken was lastig, maar de rest ging goed. Je kent dat nu 7 jaar? Bij ons roleert dat nog wel in Landgraaf. Dus om de 7 jaar had ik een andere vereniging, hun stadsprins of prinses, dat hebben we ook in Landgraaf. En daarom doet het bij ons maar even. Ja, de meest geduldige prins van Limburg, wie lang op stoel moeten wachten? Ajoh, kijk, dat vult hem wel met. Geniet ervan, geweldig dat je allemaal hier zit. Hier hebben Boete, al deze lui in de studio, och, iemand op pad geschikt vanavond. Dat is Anne uit Rotterdam, En zij kondigt de vastelavond aan. Anne, waar ben je op dit moment? Ja, goeie avond. We zijn vanavond in Landgraaf. We zijn met het Sparskapel met de Mol der A.
als ik het goed uitspreek, mensen. En ik denk dat we dat huis daar op visite gaan. Je ziet de lampjes en de vlag al in de verte en dan denk ik dat we wel welkom zijn. We hebben tot nu toe nog nemens gehad die ons niet welkom heeft geheten, maar dat moet toch een keer gewoon gebeuren. Dames en heren, er zien weinig sterren die zuur juichend weer ontvangen als de ster die de afgelopen jaren de vastloven met stormende hand heeft veroverd. Dames en heren, Peppiek, nee, Marleen Rutte! Ja, en ik kan zien dat het een ster is, want ik heb een t-shirt met die eigen naam erop gedrukt. Ja, ik heb dat gekregen van mijn neef, de prins ja, van ja, Hutsel. Ja, ze zelf op te drukken, ja. Nee, nee, ik echt dat was een verrassing. Vorige week stond Ton nog halve op de andere kant, zeg maar. Dat is nu heel, ja, heel handig afgedekt ja, met plekband. Proficiat, want het is in de finale. Dank je. Ja. Ja. Het viel mij op. Ik geloof collega Sjoerd waar ze tegen kwam verblieven afgelopen zaterdag in klopt, de uitzending. Die kwam vertellen dat het zo enorm druk was in die hoes. En die has een clip van een hoes. Ik bedoel, dat weten we allemaal. Maar die staat gans vol. Kijk, dit is de veurkamer. Achter is de achterkamer en die overdekte zwembad. Of staat het ook gans vol? Ja. Maar hé, stonden alle mensen. Allemaal fans van Marleen. Die ja, kent ze niet, maar die stonden. En door achter links, tussen alle een kamer. Onnog met. Ja, die komen aan. Boete nog niet gezien. Nee, echt een boete. Paviljoen, hè. Sinds het LVK-proto over een paviljoen. Dit is super. Eigenlijk, Marleen, eerlijk, de best bescheiden. Maar dan moest je eerlijk zijn. Eigenlijk is Limburg te klein voor dit geworden. Nou, ik ben nog niet overal geweest in Limburg, dus te klein hebben we het niet even. Ik huur door een jaar, dat is te klein voor dich. Ik vind, wie vindt, dich vindt eigenlijk ook dat ze de Duitse meer moest veroveren. Ja, ik hoop het. Ik hoop dat er een keer een Duitser komt en ziet van, hey, kom, Massie, hier op een groot podium komen staan. Dat zou wel leuk zien. Ja, ja, en dan zullen heel goed Limburgs proot als ze dat zo zeggen. Maar die repertoire is niet. Die gaan ze ook Duitse liedjes, toch? Ja, klopt. Kunnen we nu niet live op televisie die Duitse carrière lanceren? Jawel. Nou, sinds Linda en Chantal, het is heel belangrijk dat die een hoor goed zitten. Die hoor zit altijd hier? Prachtig, maar we hebben heel is er een kapper binnen? Nee, helaas. Nee. Niet lekker. Nee. We hebben heel veel keus bij dicht. We moeten even wat kapsels zien van de afgelopen. Welke kapsel is het beste? De beste rechts, hè? Welke kapsel? Welke kapsel is het beste voor de Duitse merk? Dit? Of misschien toch dit? Dit is wat meer. Ja, dit is ook dingen van de vaart, weet het? Noem meer Sylvie. Ja, of deze? Dit is meer op de Duitse kermis. En deze, even kijken, deze hebben we er nog een. Dit is van lange leer, is nog met pony. Welke zoals je geeft meenemen op de Duitse merk? Ja, de laatste. De laatste. Dan stel ik voor dat we dat gaan doen. We hebben even gekeken wie er in Duitsland heel populair is op dit moment. Die heet toevallig ook Marlene Fischer. Marlene Fischer. Die is eigenlijk pas beroep geworden sinds dat ene moment in dat stadion. Die heet prachtige liedjes, maar die zong in een stadion. En dan ging het regenen met water. En dat is eigenlijk zien een grote doorbraak geworden. Kijk mij. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Het geeft natuurlijk om de muziek, maar dit kent zich ook. Dit kent zich ook. Als ik dit thuis, dan wist ik wereldberoemd in Pruisjes. En de mooie is begonnen doen. Kom eens, Ton. Kom eens, Ton. Waar zien die van anderen even? Kom er even bij hier. Want ik bedoel, heel lot te regenen, dat mug wat kosten. Kijk even hier, kom eens. Ja, als dicht door boven geen stoel. Ja, hier. Geef even aan de plaats, dicht geen stoel zingen. Start maar in, jongens, laat maar komen. Ummel en Neuvel, geen ziet de regen. Ja. En een beetje dansen. Marlene Fischer! Dansen! Seconden hebben op YouTube en de buurt zal wereldberoemd. Binnenkort niet meer op het LVK, maar wel in Pruisjes op de ZDF, de WDR en RTL Plus. Marlene Rutte! Alves, een hukske vaste lovens. Ja, beste mensen, dit is het hukske vaste lovend. Beste papa-mam van Marleen, dit is het hukske vaste lovend. Och knusse tuinhuisje van geluk, was als heel goed lusters, maar een veugelke huurs fluiten. Och oase van rust binnen het schreeuwerigste L1-format van het jaar. Je merkt het wel, de publieke regionale omroep staat onder druk. En dat komt omdat G
4 jaar geleden op de verkeerde heb gestemd. En wij mijnen OBL een, dat wij moeten meeschreeuwen met de rest van Nederland. Zo geit het. En het aantal schreeuwers zal echt niet afnemen de komende jaren. Al komt onze minister-president op dit moment wel op truc. Want hij heeft nou een nieuw motto en hij zegt, doe normaal. Ja, doe normaal. Een week na als woensdag zien de verkiezingen en die wilt hij natuurlijk weer winnen. Dus, tegen al die schreeuwers hier op L1, doe normaal. Doe zelf normaal! Of anders ga maar weg! Novello, Pollux. Ha. Ja, dan moet je mij al best hem klappen. Oh. Zo, dan moet je zich even kwijt. Hukske vastelovend, beste pappenman van Marleen. Beste kinderhoedkundig. Ik moet nog het laatste vastelovensnieuws brengen. Maar ja, de T-tick overkrieg van deze L1-regisseur, die is veel te kort. Dat geit gaat niet. Dat is zo'n regisseur, zo'n hipster uit Maastricht. En die zegt van, het moet allemaal kort. Kullen. Ja, hij heet kullen. Zo heet hij echt kullen. Bij alleen noemen we hem gewoon Alaaf. Ja, by the way, dat is ook eigenlijk geen nieuws. Want ja, de vastelovend komt er goed aan, beste mensen. Alles gaat door, net wie vorig jaar. Voor ons hier in Limburg verandert er niks. Boete mag de wereld kraken. Iedereen mag door en door en door draaien. Maar bij ons scheidt ons vuurjaarsfeest. Dat winteroedreeffeest. De hunkering, dat verlangen naar alles wat te maken heeft met vruchtbaarheid. Met de eieren, met de embryo's. Met de meeldruid en met de stampers in de bloemen. Dat feest. Daar trekken we ons allemaal niks van aan. Want dat gaat gewoon door. Ik ken iedereen in Venlo, wat anders. Die heeft al eens gezegd. De vastelovend, die wacht op neem is. En die heeft goed gelijk. Dus ik kan wel zeggen dat er in Limburg van alles gebeurt nog met de vastelovend. Bijvoorbeeld in Heerlen zien ze een tenden bouwen voor het LVK. Alhoewel, het woord tent mogen we niet meer nemen van de Winkbulen. Nee, de Winkbulen, dat is een stadscarnavalsvereniging. En die bouwen geen tenten. Tentbouw is wat voor scouting. De Winkbulen, die bouwen een paviljoen. Ja. En er is nog meer te doen in de theaters deze dag. De Pollenleeuw Revue, Circus Muck in Venrooy, de Madammekoer is er. En in de zalen zaterdag het alternatief LVK op een Boes. En we hebben nog het TVK voor tieners in Velden. En de zondag hebben we het kinder-LVK, het KVL in Eelzor. En bij de Kwakker den Lin hebben ze het ganse weekend 3 jubilea tegelijk. En als ik dit allemaal neem, heb ik nog maar 1% geneemd van alle vastelovensactiviteiten dit weekend in de provincie. En dat kunnen we dat er allemaal geen tijd voor is in deze uitzending. En dat leed aan de regisseur, Kulle Alaaf. Wacht. Ik rond af. Er is toch nog niets. Ik kreeg allemaal de groeten, de hartelijke groeten van de blonde Poolse engel uit Spassemich. Van de Emil Sakowicz uit Heerlen. Die de finale van het LVK, ik zei het maandag al, moet gewoon missen. Omdat hij met een Volendams accordeonorkest U2 leedjes gaat coveren in Rotterdam. Ja. De ganse Parkstad is in rouw omdat Miserabel en Bart Storken het zonder het boegbeeld moet doen. Heerle beuk, beste mensen. Heerle is compleet in paniek, beste pappenman van Marleen. Ja, het is huilen met Jankovic. En daarom doe ik namens Emiel Hebielijn een oproep naar gans Limburg. Degene kijk toeschouwt in de hoeskamer die het meeste liek op Emil Tsakovic, die mag hem vervangen op het LVK 10 februari in de finale. In de tent, in het paviljoen in Heerlen. Stuur ook foto's van de mens die liek op Emil Tsakovic naar frans.pollux@l1.nl. Dit was Huxje Vastelovend. Samen, ook in Meijel. Ja, maar dan even eens, hier zit je opgedruig, mannen, Joost. Hoe ziet alleen Marleen na het gesprits, maar ook zichzelf, hè? Sorry, ik wil even niet op letten. Goed, ter zake. Je hebt het ontzettend druk, de Madammekoer, dadelijk nog tante Annie's Powerjonkel Party. Ja. Dat al meer dan 350 jaar samen werd je elkaar nog nooit meug. Jawel, eigenlijk wel. Want we gaan pas een filmpje op YouTube gezien van ons eerste interview voor de televisie 1983. Dus menig huwelijk had dat net volgehouden. Drie huwelijken. Twee huwelijken. Twee jaar. Oké. Laten we voor het even de vaste loof, want we hebben gevolgd dat allemaal op de voet natuurlijk de laatste ontwikkelingen. Wat vond je van dat nepteam dat tijdens het bekendmaken van de LVK-finalisten had rondgevaren door de provincie? Oh, ik vind het verschrikkelijk, echt wel. Wat ontzettend flauw, maar wel erg leuk, toch? We zien het in beeld, Gie, het nepteam. Oh.
Ja, daar zie je ze. Oh. Kijk, vooral ben je het ingezoomd. Oh. Bij dat oor. Ja. Kom met die niet bekend vuurmannen. Ja. Snel dat podium op, je gaat voor ons zingen. Een hele dikke cup worden. Ja. Leuk, hè? Och, helemaal leuk, wie vast lovend gasten. Frans zit kloor in studio 111.11. Bieden Vasselof is kleier. Ja, bieden mini-playbackshow kleier van de bisschop van Limburg. Want iedereen duidt altijd joek zich mee op zo'n feest. Iedereen kleidt zich leuk aan, maar er is altijd één iemand die het feest dan bederf. Kump in zijn groene kleier, dames en heren. Ja. Namens de bisschop hebben wij allemaal Vasselof. Je mag ook wat uitzoeken. Als het pas en het lukt om dat aan te trekken onder het nummer van Ummel de Nevel, moest je het hebben. En anders moest je in het ondergoed nog eens. Dus zeg maar, sneerpop, een beetje psychedelisch. Piraatje, hey, iets met roze misschien, is dat Ja, zeker! 3 minuten en anders de hoes. Dames en heren, Jolien, die had ze ook alweer achter zich op de bühne stond. Tante Annie is hier! Tante Annie, hoe is binnenkom? Tante Annie is richtige kak. Hat ze op de trom gehouden, heet ze op haar maat. Tante Annie, lala. Door Harry en de non-familie werk bij de PTT. Door reorganisatie moet er een SGD. Door Koert er ook niet blijven en jong nog benne kom. Daar trof het tante aan en die sloeg in wie een bom. En jedes jaar met carnaval, daar ruft ze: Harry, kom, de kronen door is voorbij. Zeg het, ben ik kom. Met bloos met vaste loven op de bombardon. Tante Annie, hoes ben ik kom. We steed op een oven op de dikke trom. Tante Annie, hoes ben ik kom. Ze is van een Hollandse tak. Tante Annie is richtige kak. Had ze op de trom jouw huid zo vlamaf. Tante Annie, lala. Tante Annie is van wie ze zegt, je beunen kom af. Eén ding deed ze niet, dat is schwier wie je graaf. En had me orens jenne zin, daar wist het aan bescheid. Für ein bisschen Stimmung steht der Apfelkorn gerät. Sie hat 2 Trüppchen nötig, da bient der Mütze schießt. Da geht sie durch der ganze Saal. Harry Polis! Wir bloß mit was verloren und der Bombardon. Tante Annie, who's been a come? Wir stehen der Banomen auf der dicke Drum. Tante Annie, who's been a come? Sie ist an einem holländischen Tag. Tante Veel succes met de Madame Koor, die hartstikke uitverkocht is. Al is er heen en door vast nog een plitsje te krijgen als je mensen boeten het theater op de grond houden. En een keertje afpak. Ja. Zou goed zien. Eén applaus ook voor Ummel de Nevel. Het is tijd voor de Prinsenquiz, de Quinsenprijs. En daar spelen we met de Prins John van de Kieven Loerte.
de Pilpoesprins en Prins Hubert van de staatsprins van Landgraaf. Voor is prins. Ja, ja, kom eens toch, kom eens toch, kom eens toch. Ja, 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 want Hubert, jij ziet ook DJ toch? Even aan de kant, we zien de Prinsenquest het spelen. Jij ziet ook DJ toch? Jip. Wat vind je van Jos van Rij? Ja, wat mag ik toch wel vingen? Nou, we hadden een poster gevonden van een van nog activiteiten, Kiek. Dat is in Och Regeerjoor van Och Vereniging. En wie is er als slotartiest geboekt op die activiteit? Is een hangruber, maar ik ben het. Maar tot nooit stop ik ook met. Maar je vult toch eigen tessen op je eigen feestje? Ja, dan weet je wat dat is. Het moet natuurlijk lieken dat ik het net moet. Dus dat moet ik even zinnen. Dat is Limburgse vaste loven op en top. Goed zo. We kunnen beginnen. Einde smash van de Pilpoesprins. Ja, kom maar. Boom. Ja, op de bühne. Op de bühne. En bewegen, hè. Bewegen. We gaan kijken. Weer deze medaille. De medaille van L1. Heel verdiend. De eerste vraag. Wie vandaag is er nog? Wie is Polsen? 24. Meer of minder? Meer. Meer. 1-0 voor de keeper. Fantastisch. Mij al ligt vlak bij Brabant, maar het is nog Limburg. Dus geven wij dat de beste. En bewegen. En Brabant vieren ze ook vastelovend, maar dat is toch allemaal net iets anders. Dat is niet zo fijn, zo subtiel. Wie weet dat doen? Dat is veel platteriger. Dat is veel schreeuweriger. Toch? Ja, klopt. Kijk, dit is de Brabantse vastelovend. Dit is een knakworst racen en beugen. Begint leuk. Peertje, eens op de ruk. Racen. Maar wie zus ze nu toch dat deze vastelovend niet in Limburg, maar in Brabant is? Zus ze dat aan de tussentijd of aan de finishfoto? De dikke cup van het DR. Dat is de finishfoto, wat zeg je? Tussentijd. De tussentijd. We gaan kijken wat ze met de tussentijd hebben gedaan. Kijk de tussentijd, ja. Oh. Hey, 2-0 voor mij al, maar met de volgende vlog. Volgende vlog. Uit van wie heet deze vrouw het? Stille water hebben diepe gronden. Ik heb heel rustig over, heel nuttig. Ja. Maar... ja, en gek los als dat, het, als dat de kans krijgt. Ja, dat was in dat immens populaire programma van deze prins van de Tiertuur toe. Lon Bas van der Zwaan, die komt dan op bezoek. Dat blijft dan de godschanselijke dag hangen en die trekt allerlei verhoorlooting. U van welke beroemde Limburger had die vrouw? Bas van der Zwaan. Bas van der Zwaan. U van wie ging het? Voor mijn vrouw. Dat is ook fout. Ja, dat doe je voor... Ja, die waren u voor... Oh. Oké, okay. Meijer lid wel een leuke prins, maar niet de slimste van het jaar. Oké, nog een vraag even. Nog één poging. Ze hadden een activiteit op een van hun feesten. Hè? Hadden ze een enorme attractie binnengebouwd? Hadden ze een wildwaterbaan binnengebouwd? Een achtbaan? Boetsauto's? Of zo'n enorm bungee jump ding met een trampoline? Midden in de zaal. Ik denk een bungee jump. Bungee jump! We gaan kijken wat ze nog hadden geflikt. Kijk wat ze hadden gebouwd. Let op! Spectaculaire haakbaan, ik kan alleen maar een nieuwe jagen. Alle punten kwijt. Fout, het staat weer 0-0. Laatste vraag, je moet wel bewegen man, kom op hé! Jezus Christus. Laatste vraag, kijk, de Ebers heeft niet peksje gekocht. Nu bewegen, vastelovens peksje. En zijn vriendin, hij wil dat laten zien aan zijn vriendin in de garage. Kijk, hij komt die vriendin in de parkeergarage. En nu ziet hij dat peksje. Ze moet schrikken, want wat heeft hij voor een peksje gekocht? Een mensenpeksje of een biestenpeksje? Biestenpeksje, mensen. We gaan kijken wat het peksje is van dit jaar. Oh! Dat is echt een pak, hè? Dat is een pak. Moet ik ook hebben. Gewonnen! Landgraaf! Ja! Padjaf. Van mij onder de moed reiken. Ja. Dit was de Prinsenquiz. Bumper. En met je nu toe zit en denkt, het programma is me echt veel te druk en te hectisch en te chaotisch. Zap niet weg, want verbouwen een element van rust in voor de beklachten gekregen. Anne, die is namelijk nog steeds voor ons op pad in de provincie, Anne uit Rotterdam, om niet vermoedende Limburgers eigenlijk te overvallen met de vastelovend. En ze is niet alleen, ze is samen op pad met een joekskapel. Een hele gezellige spaaskapel vandaag, moet ik zeggen. Hele leuke jongens en meiden allemaal. Even kijken. Ah, hier kan wel achter. Okay. Kunnen jullie hier achter een beetje verstoppen? Een beetje achter die auto en achter dat muurtje? Het is bij het lichtgevende huis. Ja, hij moet achter. Kom. Dus even kijken. Hi, hi. Ja, komen we binnen? Ja, mogen wij hier de vaste lamp komen in Leiden?
Ja, en wij komen niet alleen. Hè? Dat is Erik. Ik wil het. Ik wil het. Maar dan ben je net veilig, maar jong met die confetti. Kom, doe het mee. Ja, man. Oh! Waarom moet ik daar grabbelen? Hey! Hallo! Ben je veilig? Maar dit is wel lekker. Ja, dan. Ik wacht te pakken, maar jongens. We kennen elkaar dus al iets langer. Zeg maar een jaar of zo, hè? Ja. En ja, met deze de confetti-prinses. En nu snap ik ook wel. Nee, waarom ben je de confetti-prinses? Omdat ik overal waar ik kom confetti strooi en vandaar dan de naam. Eigenlijk was het de jubileummeikprinses van Zevenaars Theeuwel. En ja, hun hebben er gezegd van, omdat ik dat overal strooi en elke keer waar ik kom, de confetti strooi. Hè, Erik? Roep ze me dat ook op, maar ze is kijken, dat krijg ik zeker. Als u dus voortaan in Landgraaf bent en u ziet het spoor van confetti liggen, dan weet u wie u voor is gegaan. Dan had ik dus wel liggen tot zaterdag dat ik afgetreden ben. Vastelovens Allah! Ja, ze zullen binnen op bezoek komen. Kwant, we hebben nog iets. Kwants publieksparticipatie verplicht door de provincie. Lot had hier een foto zien. Gisteren lieten we deze foto zien. Misschien een leuk onderschrift bedenken op Facebook L11. Daar stond plof. 132 inzendingen vlak voor de uitzending. Maar geen ene was leuk genoeg om op televisie te vermelden. Excuus. Je ziet het zelf. Of het waar de foto maar niet leuk genoeg kent ook. Kijk ze maar zelf nog. En reageer op de volgende foto, maar dan iets scherper keer. En de Mexicaan zonder hoop, maar de hoed liet veuren wat denkt hij of wat zit hij. Ik huur het hier morgen in de foto van de dag. Jolien, wat bestig op dit moment? Jolien. Piemelien, kent ze nog gewoon Limburgs dialect? Lukt dat nog om in het dialect te zingen? Nou, al dat Duits? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Had je al vele aanbiedingen gehad van Duitsland? Ja, mijn telefoon rinkelt. Hij staat rood. Hier is Marleen Rutte. Soms zit ik ganz alleen en dan besef ik dat er heel het lijden op de wereld bestaat. De mensen, ach, ze gunnen elkaar niet alles. Ik zou je zeggen, word maar gewoon zo wie het gaat. Jo, ik weet wel, het leven is niet altijd eerlijk. Je moet genieten en het liefst die leven lang. Hangt er op goed, mensen leef hoor je het gezegd. Thank you.
Dat is hartstikke ja, goed aan hier, ja, die was, Helene. Dat was zeer schön. Sehr schön. Danke, danke, danke. Danke, danke. Bis morgen. Morgen. Ja, morgen wieder. De Prins van Kerkhoekum. Mit wem? Van Kerkhoek. Oh, die productie toch niet? Mensen, vorige week in mijn oor af was ik er helemaal klaar mee op het werk. Bila's, vergaderingen, powerpoints, de computer deed het niet, de laptop deed het niet. Ik dacht, ik ga me een koffieke drinken aan de Maas in mijn vertrouwde Venlo. Zo gezakt, zo gedaan, ik ga naar mijn favoriete tentje met een krentje. Ik ga me zitten, bestel me een koffie, wat dacht ze? Naar een oor, ik ga naar de koffie. Voor 2 uur. Ik stond al naar boete te koekeloeren, het krentje al uit. Weer gaan de koffie. Nog 3 uur. Nog steeds gaan de koffie. Nog 3,5 uur komt de kelner naar me toe met de koffie. Ik zeg, jong, waarom heeft het zo lang geduurd? Maar zitten, kwatser. Dit is de late macchiato.